staat er niet zo bij stil. Maar bij dagelijkse kleine handelingen, zoals even wat drinken of handen wassen, gebruiken we 12 liter water. Een toilet doorspoelen kost 6 liter per keer. Douchen of badderen, gemiddeld 50 liter. De afwas 7 liter. En ga zo maar door. Bij elkaar produceert elke Nederlander gemiddeld 116 liter afvalwater per dag. In het werkgebied van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden wonen ongeveer 1,5 miljoen mensen. Samen produceren zij maar liefst 174 miljoen liter huishoudelijk afvalwater per dag. Dat is wat alleen van de huizen afkomt, hè? En dan heb je ook nog de winkels, alle bedrijven, regenwater er nog bij. Alles bij elkaar, alleen al voor ons gebied, is dat 220 miljoen liter water per dag. Ik kan je voorstellen, 4 Olympische zwembaden vol. Of nog iets dichter bij huis, dat zijn alle badkuipen in alle huizen in Nederland per dag in één keer leeg laten lopen. In het werkgebied van ons waterschap hebben we 17 zogenoemde rioolwaterzuiveringsinstallaties. Deze installaties zuiveren al die 220 miljoen liter afvalwater voordat het op het oppervlaktewater wordt geloosd. En oppervlaktewater, dat is het water dat stroomt in onze rivieren en kanalen. En vroeger hoefde helemaal niks schoon te maken. Liep het gewoon de vrije natuur in. De natuur die ons nu in het zuiveringsproces helpt, deed gewoon toen ook zijn werk. Alleen ja, hoe meer mensen erbij komen, hoe forser die afvalstroom wordt. Stel je voor dat dit water nu uit een stedelijk gebied zou komen. En al dat afvalwater van al die mensen hier doorheen zou moeten gaan, zonder dat je het zuivert. Het zou een groot zwart lint zijn. Daar is uiteindelijk de behoefte voor zuivering vandaan gekomen. Dat zuiveren, oftewel schoonmaken, doen we in onze rioolwaterzuiveringsinstallaties zoals deze in Nieuwegein. Hier komt al het afvalwater uit Nieuwegein, uit IJsselstein. Nog een klein gehuchtje, lopend de kapel komt hier binnen. Het is een enorm geluid, het spettert hier in de bak. En het stinkt ook gigantisch. Dit is dus het beginpunt van de grote reis over de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het zuiveringsproces bestaat uit 5 stappen. De eerste stap is het verwijderen van het allergrofste vuil. Dat gebeurt met dit grof vuilfilter. Hier zit een heel groot hek in het afvalwater. Daar moet het doorheen. En alles wat een beetje groot is, blijft daarvoor zitten. Dat zijn dus condooms, maandverbanden, grote harde drollen, briefjes van 250 euro. En dat halen we hier allemaal uit. En dan is het wat schoner. Het eerste gedeelte van de reis is voltooid. De volgende stap is het verwijderen van het zand. Het afvalwater, nu zonder grof vuil, wordt naar de zandvangers gepompt. Zand halen we hier achter me, halen we eruit. Dat wordt gewassen. En het wordt omhoog getransporteerd door het zogenaamde hobbelpaard. En dan valt het hier in een container. En dan komt er ook een keer in de week een vrachtauto en die haalt het zand op. En die gebruikt dat om onderwegen als hulpverharding toe te passen. Het is dus niet zo schoon dat we het kunnen verkopen als zandbakvulling voor kinderen. Maar het is nog wel herbruikbaar. Nu het zand en grof vuil eruit zijn gehaald, kan het echte waterzuiveringsproces beginnen. Nou, dit is de voorbezinktank. We zijn nu het zand en alle condooms en maandverbanden kwijt. Maar daar houden we nog steeds kleine harde keuteltjes over. Een beetje zwarte derrie. Dat kan bezinken. Dus dat bezinkt hier in deze tank, krijgt het rustig de tijd om naar beneden te bezinken. En dat gooien we allemaal op één grote hoop en dat pompen we ook weg. En het water wat we daarover houden, dat kan netjes over de rand hier de tank verlaten. En dat stroomt het daar, het hart van onze rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het water dat over de rand van de voorbezinktank stroomt, gaat nu naar de zogenoemde actief sliptank. Hier stroomt het afvalwater uit de voorbezinktank in een hele grote bak. Je ziet hier ook een aantal keren rondstromen. En in deze bak groeien miljarden bacteriën. En in zoverre helpt de natuur ons een handje. Deze bacteriën die voeden zich op ons afvalwater en zuiveren dat. Maken het water schoon. Daar hebben ze lucht voor nodig. En dat gebeurt in die grote machines die daar staan. Dat zijn hele grote roerders en die slaan de lucht slaan ze in het afvalwater. En zo voeden we de beesten dus met lucht en met ons afvalwater. En de beesten die vreten zich zo helemaal vol en maken ons water schoon. Het zijn dus de bacteriën die het eigenlijke werk doen. En dat zijn de opnemers van het voedsel. Het voedsel dat in de poep zit. Daar heb je verschillende bacteriën voor die verschillende delen van dat voedsel opnemen.
De bacteriën hebben het werk gedaan. En nu komen we bij de laatste stap van ons zuiveringsproces. We zijn hier bij de nabezinktank. Dit is eigenlijk het einde van de grote reis. En de bacteriën die zijn helemaal volgevreten. Die komen vanuit die actief sliptank hier deze tank binnen op het laatste station. En daar kleven ze lekker aan elkaar vast. En dan zinken ze hier ook weer lekker naar de bodem. Met een grote veegarm hier op deze tank worden ze dan verzameld aan het midden van deze tank. En weer teruggepompt naar de grote dierentuin, de actief sliptank. Om hun werk daar weer opnieuw te kunnen gaan doen. En het schone water, wat we schoner gemaakt hebben, dat stroomt hier over de rand. En geven we hier weer terug aan de natuur. Met het water zijn we nu klaar. Wat rest is slip, dat dus vooral uit bacteriën bestaat. Je kan je voorstellen, de actief sliptank, dan groeien de bacteriën, die vreten zich vol. Dat worden er 2, dat worden er 4, dat worden er 6. Dus dan moeten we af en toe een schepje uitnemen, anders dan barst die bak uit elkaar. En dat slip, dat stoppen we dan nog eerst in een zogenaamde slipvergistingstank. Daar wordt de helft van het slip gaat dood, wordt opgegeten door andere bacteriën. Dat zijn eigenlijk een rode kannibale tank is het eigenlijk. En dan wordt meteen ook biogas gemaakt. En daar maken we elektriciteit van, in een gasmotor. En dat gebruiken we zelf hier op de rioolwaterzuiveringsinstallatie. We hebben echter te veel biogas, dus we zijn aan het kijken om dat nog wat schoner te maken. Zodat dat ook thuis weer gebruikt kan worden als aardgas. De bacteriën die dan nog over zijn uit die slipvergistingstank komen zoals gezegd hierin. Een soort verzamelbak. En voordat het nou echt bij ons van het terrein afgevoerd wordt, gaat het nog door één groot apparaat heen. Een zeefbandpers en die drukt het water er nog uit. Zodat we een soort koek overhouden. En die koek die slaan we dan op in een grote silo. Daar rijdt één keer per dag een grote vrachtauto onder en die haalt die koek uit die tank. En dan is het slip van ons terrein. Je ziet het hier voor me. Dit is dat ontwaterde slip. Het restproduct samen met het water wat uiteindelijk naar het oppervlaktewater toe gaat. Heel schoon, maar het kan nog schoner. Met de techniek waar we nu over beschikken, zou nog schoner maken veel duurder worden. Dus zijn we op zoek naar nieuwe vindingen waarmee we ons afvalwater efficiënter en goedkoper kunnen schoonmaken. Afvalwater bestaat nu twee componenten, water en afval. Maar we stoppen er nog veel meer in. We stoppen een heleboel energie in om bijvoorbeeld dat afvalwater richting onze zuiveringen te krijgen. Maar van nature zit er ook al heel veel energie in. Er zit warmte in. Er zit ook grondstof in. Er is dus heel veel mogelijk om dat wat we nu niet doen, omdat die energie, die warmte en die grondstoffen er weer uit te krijgen. We doen het nog niet omdat we in theorie wel weten hoe dat moet. Maar we hebben nog heel veel ervaring nodig om dat uit te breiden. En daar is innovatie voor nodig. En zoals je ziet valt het water hier naar beneden en er stroomt hier ook behoorlijk een behoorlijke vaart naar die put. Is dat we gaan bekijken of we daar niet een soort waterrad in kunnen hangen waar we energie uit mee kunnen opwekken. En het tweede is, en dat doen we al wel, op een andere zuivering halen we de warmte uit het afvalwater, uit het schone afvalwater. En daar verwarmen we de gebouwen mee. Mogelijkheden voor de nabije toekomst. In ieder geval doorgaan om het schone regenwater uit dat afvalwater te halen. Daardoor worden de zuiveringsprocessen efficiënter. Plus we kunnen al scheiden. De poep en de pies kunnen we uit elkaar halen. De urine dus uit het afvalwater, waardoor je weer grondstoffen kan herwinnen. Urine is heel erg vervuilend. En in al die miljoenen liters rioolwater die dagelijks gezuiverd worden, zit maar 1% urine. Toch zorgt dat ene procentje voor bijna alle stikstof en bijna de helft van al het fosfaat dat in het rioolwater zit. Dus urine is eigenlijk een groot vervuiler. Dat is een probleem, maar biedt ook weer mogelijkheden voor de toekomst. We kennen allemaal het toekomstig tekort aan aardolie, maar ook aan fosfaat zal een tekort ontstaan. En fosfaat is bijvoorbeeld in kunstmest een heel belangrijk grondstof en die kunnen we dus uit die pies terugwinnen. Innovatie kan ons dus helpen om in de toekomst ons werk schoner, efficiënter en goedkoper te kunnen doen. En we kunnen nu ook al heel veel zelf doen. We kunnen bijvoorbeeld zorgen dat de medicijnresten, de olieresten, verfresten, dat we die apart inzamelen en ergens anders naartoe brengen. Dat afvalwater wordt iets schoner en ons zuiveringsproces wordt veel efficiënter. En maken we het water nog schoner.